Wat is de stand van zaken in Europees festivalland? Nou ja, dus dat is niet met één woord te zeggen, maar waar we het over hebben is natuurlijk van wat zijn je headliners, hoeveel betaal je, informatie uitwisselen, gaan die bevestigen, gaan die niet bevestigen. Want voor een deel, de juni dingen die zijn meestal nu wel zo'n beetje rond, maar de augustusfestivals, ja, die hebben meestal nu alleen nog maar de headliners op zijn plek en alles wat daar net onder komt. En nu zijn we hier om te kijken, ook in de avond, weer naar de debuterende acts. Dus we zijn nu aan de middelgrote act en de kleine act zijn we bezig. En de kleine acts kun je hier vinden. Dus we zijn s'avonds met een aantal man op pad. En dan laten we elkaar weten wat we gezien hebben, hoe we het vonden. Dus ja, ik heb al gisteren al wat dingetjes gezien waar ik denk van, nou, dat moeten we doen. Dan vraag ik naar namen. Ik heb gisteren Shane gezien. Die vond ik heel goed. Dus ik denk dat we die gaan boeken. Een Italiaanse band die heet The Swedish Death Candy. Dat vond ik ook heel goed. Daar heb ik dus nu een van mijn boekers op afgestuurd. Van check het eens uit, waar zit dat? En is het al onder de pannen in Nederland? Je weet niet of het echt wat gaat worden. Maar ik stond daar met Chokri van Pukkelpop samen naar te kijken. En we zeiden allebei van wow. Een soort Led Zeppelin-achtig 3.0. Ja, heel goed.